National Park, denk ik. Of Bryce Canyon. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Het is een dag. Vrijdag, geloof ik. Ja. Ja, jongens, met maar weer. Ja. En we genieten nog heel erg van de vakantie. Mika kwam er vandaag achter dat we nog 12 dagen vakantie hebben. Of dan nog 12 dagen in Amerika zijn. Ja. Nee hoor, ik ben wel weer. Oh. Dat neem ik? Dat wel niet. Hij zegt het de hele tijd, maar volgens mij is Mika gewoon een beetje gek. Je moet je toch vermaken, hè? Zo op die achterbankstoel dinges, nog wat. We zullen ook weer 2 dagen in Bryce zijn. Nu had gisteren iemand gezegd dat het heel koud daar is, dus ik ben heel erg benieuwd. Maar dat zien we wel weer. We moeten nog 2 uur rijden. Dus gisteren toen we keken was het iets van 3,5 uur, of bijna 4 uur. En toen we vandaag navigatie starten was het ruim 2 uur. 2 uur en 20 minuten geloof ik. Dus dat valt wel mee. En we zien wel wat we tussendoor gaan doen. We zijn inmiddels in een andere staat, hè Mark? Yep, Utah. We zijn in Utah. En de bergen zien er ook weer gelijk anders uit in Utah. Eigenlijk is het wel interessant. Want als je naar de map van Amerika kijkt, hebben ze gewoon strepen gezet. Ja. Om de staten te maken. Zo van, nou ja, hier stopt het klaar. Maar het ziet er hier echt totaal anders uit. We gaan nu naar Bryce, dat had ik al gezegd. Het grappige is dat we over 2 dagen naar Zion gaan. En daar rijden we nu langs. Of zo direct. Maar ja, het is niet anders, want we wilden ook graag Bryce zien. Ik heb geen idee hoe warm het buiten is. Het is hier wel zeg maar wat... het is groener zoals jullie zien. Maar ik zie ook al die creeks en zo die we de afgelopen paar dagen hebben gezien. Die waren allemaal droog, omdat het te warm was. En hier stroomt wel water. Dus dat is toch interessant, toch? Kijk, en een golfdingetje achter je, Mark. Golf? Nou, en overal zijn ook wel tankstations. Ja, wil je weer een stang tanken, schat? Mark is heel erg bang om leeg te raken met zijn tank. Ook thuis in Nederland, dus het is niet... Nee, maar ik weet niet wanneer de volgende is. Dat is waar, maar ze hebben er tot nu toe zien we er wel elke keer gewoon een heleboel. Toch? Dat is goed. Kijk, de geriatric convention. Oh ja. Die is ook, oh sorry. Ja, ze zijn even allemaal naar de Subway. Even lekker een broodje. We hebben er net ook weer een lekker broodje gegeten. Maar gewoon mijn standaard Amerika broodje, toch? Yes. Sla, ham, kaas en mosterd. Standaard Amerika broodje. Ja, daarom. Daarom. Kijk, we zijn hier in de Golden Hills. Nou, zo golden vind ik ze niet. Ik zie daar een dino. Zien jullie de dino? We gaan even inzoomen. Sorry voor het geluid van de mensen. Daar is de dino. Hi. Hi, wat ben je aan het doen? Bij Gas Station TV. Je kan gewoon serieus TV kijken. Terwijl je tankt. Terwijl je aan het tanken bent. Dit is echt een soort van only in America, echt waar. Wauw. Schat. Fantastisch. Bisons. Hoe cool is dat, jongens? Oké, nou, eet het eens, want ik ben benieuwd. Wij zagen eekhoorntjes en zijn huis op YouTube. Is het lekker? Ja. Nee? Oké. Het is korn. Goed. Hoe is het? Is het lekker? Ik heb nog nooit eens geproefd. Het is deeg met een worstje. Ik moet me denken aan worstenbroodjes inderdaad. Oké. We zijn aangekomen in Bryce. We staan hier de komende 2 dagen bij een boom. Kijk, oef, een mooie boom. Maar er loopt hier dus hoe heet zo'n beest? Een eekhoorntje loopt dus altijd heel snel zo om onze RV heen. Dus ik dacht ik ga even filmen, maar dan komt hij natuurlijk niet. Want
zo werkt het niet. Dit is onze RV. Ik heb eigenlijk, weet eigenlijk niet of ik hem al een keertje echt heel goed heb gefilmd. Niet heel veel bijzonders. Er zijn heel veel van deze. Die hier rondrijden van Cruise America, waar wij bedacht hebben. En heel veel leprechauns. En winnebago's. Dus dat zijn echt de top drie meest gehuurde. En sowieso is Amerika een RV-land. Want Amerika is zo mooi en veelzijdig en groot en zo. Dat er, ja, je hoeft als Amerikaan hoef je niet naar het buitenland. En als je je bedenkt dat Europa, nou weet ik veel, net zo groot, klein, iets kleiner is zelfs dan Amerika. Als wij iets nieuws willen zien of naar de zon willen of weet ik veel wat, dan gaan we naar Italië. En zij hoeven gewoon alleen maar ergens naar beneden te gaan. En ze hebben hetzelfde. Maar dat doen ze allemaal in een RV, of bijna allemaal. En soms zijn het... En soms zijn het echt hele enorme. Hier staan nu volgens mij allemaal gewoon gehuurde. Maar soms zie je gewoon echt enorme bussen en dingen, weet ik veel wat. Ik hoop dat we het beestje nog een beetje kunnen zien een keertje. Sinds we hier, als we hier staan. Ik zie er daar volgens mij een lopen, of niet? Ja. Ja, kijk. Hij komt er. Oh, nog meer. Oh, ze zijn allemaal daar. Wacht even. Kom, we gaan zachtjes daar naartoe lopen, Matteo. Kijken of het... Maar wij wonen in Nederland. En ja, daar regent het altijd. Dus dan is het wel makkelijker voor Amerikanen. Nou ja, het regent niet altijd in Nederland. Het regent heel veel. Kijk. Hij zit onder die RV. Zien jullie? Of is dat gewoon een rat? Dat kan ook. Nee, dat is niet. Nee, het is duidelijk niet. Superleuk, man. Zo'n beest. Kom maar, ratten. Ja, dat kan je denk ik huren. Typisch. Ik zie helemaal niks. En als jij elke keer zegt, oh! Ja, dan... Nou is hij weg. Oh, Mika ziet hem. We zien eten aan het zoeken. Waar is hij? Waar is hij dan? Mijn hemel. Zoek de rat. Oh ja, nou dat is wel echt... mijn hemel. Dat kan niemand zien. Nee, ik zie hem echt niet. Jawel, hij zit achter die... Nou, kom. Weet je wat? Laten we gewoon hopen dat er... Oh, wauw. Dat niet? Nee, doe het niet. Oh my god. We kunnen er ook gewoon omheen gaan. Ja, dat kan. Ik wilde zeggen, laten we hopen dat er ook eentje eens een keertje is. Zo, zijn jullie al misselijk? Ik een beetje. Die vlak bij onze RV komt. Er was wel net eentje die... Ja, maar die ging zo snel. Ja. Nou, we doen nog één kans. We staan nu wel op de RV-plek van andere mensen, hè? Dus dat is, daar moeten we wel een beetje rekening mee houden. Ze zitten nu niet buiten, dus dat is minder erg. Oh, hij rent elke keer, dan gaat hij weg. Wat een beest. Kijk, daar gaat hij. De beesten die gaan veel te snel, man. Ja, nou weet je wat? Ik geef het op. We weten niet precies wat het is, maar dit is big. Rennen! Dus... Hoi. Het regent. We zijn in Bryce en het regent. Best een beetje jammer. We zijn natuurlijk lekker warm gewend en nu ik vind het ook echt best wel fris. We zitten allemaal prima, weet je, er is nog net genoeg ruimte om ook gewoon oké te zitten en zo. Ik hoop alleen niet dat we de komende 12 dagen regen hebben. En morgen gaan we hiken. Mark en ik zijn wel eventjes zeg maar met de shuttlebus naar een plek gegaan om te kijken van hoe we welke route we gaan lopen morgen. Dus morgen gaan we ongeveer een hike van 2 à 3 uur doen. Hoop niet dat het regent, want anders is het natuurlijk niet leuk. En we hopen dat het in Zion gewoon weer mooi weer is, toch Mark? Is het ook. Ja, dat is het gewoon ook. Sommige hebben hele korte staartjes en andere hele lange. Ben je aan het doen?
terwijl de eekhoorn daaronder zit. Ah, hij gaat ook niet weg, hè? Nee, hij gaat niet weg. Hij denkt, dat is gezellig. Maar, wat ben je aan het doen? Niet lang genoeg. Zullen we die een stuk wil maken? Mark, die wil Mark wil leuk een dingetje ophangen. Maar het is gewoon serieus koud buiten. En we hebben gisteren... Hé, er staat opeens nog eentje naast ons. We hebben gisteren... was het 35, 36 graden. En nu is het... Wat zal het zijn? 18? Nou, dat is een vraag. Is het 18 graden? Het is koud. Het is koud. Ja, het is echt koud. Maar Loes heeft het bevestigd. Ik heb het bevestigd. Het is klaar. Het regent. Het regent. Ik heb een moederings gekocht. Oh, laat zien. Ja, ik hou me nu te vanaf, maar hier, ik ben... Wacht even, moet even focussen. Ik ben normaal. Ik ben relaxed. Ook. Jij ook al relaxed. Terwijl jullie er net toch moesten rennen voor de regen. Ik was niet, volgens mij ben ik nog wel normaal. Gelukkig ben je normaal. Nou, niet heel veel te vloggen vandaag, jongens, want regen. En we zitten al de hele tijd gewoon een beetje lekker te lezen, te films te kijken, te rotzooien. Dat is ook wel eens nodig, toch? Het is nog steeds vakantie, dus het is nog steeds relaxed. Sure. Ja, relaxed. Relaxed, zoals de moedering zegt. Mm-hmm.